Onder het motto Glijn Dokkumse Truk heet u allemaal van harte welkom. En een bijzonder woord van welkom aan presentator, schrijver, redeneur de vuur en de Groene Amsterdammer, presentator van de wetenschapsquiz, winnaar van de Poppersprijs in 2004, presentator van het Pink Pop Café, bezig met het boek van de Weiberstad, maar bovenal een Glijnse jong, de heer Leon Verdonschot. Welkom. En ook bijzonder warm welkom met hoofdletter aan de mannen van de Soos van de Baan. En die linkse zit nog vrij rustig en ze hebben niet beloofd dat ze nog 3 uur en 33 minuten gaan volhouden. De jongens van het SAP. En ik wil een aantal namen even memoreren. En er zitten er 2 helaas niet bij onder ons. Maar anders hadden ze vandaag kunnen vieren dat ze jubilaris worden. De prins van Leugen ten 52. Hij is al vandaag 6x11 jaar staplidse geweest. De heer Hans de Eerste Kupers. Leugen ten 63. 5x11 jaar staplid. Prins Sjaak de Eerste Helwig. Helaas ook niet onder ons. Maar wel, bio's en onderhoofd, nu ten 74, 14-11 jaar, prins Ad de Eerste Hogeboom. En nu ten 85, 3x11 jaar staplid, prins Eddie de Eerste Roemen. En nu ten 96, 2x11 jaar lid, prins Patrick de Eerste Hafkamp. En vandaag trots te oplopen bij de harmonie Augustine Slutterbo, 1897, 2007, 1,5 jaar staplid, prins Stefan de Eerste de Vries. Vrijwel de Vlaarissen houd ik vast, want we gaan beginnen. We gaan beginnen aan de sleuteleuvelag 2019. En zo heeft zich gehoord bij een goeie speech, moet voor een sterk begin hebben en een emotioneel einde. Maar met het emotionele einde gaat het goed komen, dat beloof ik u. Maar nu dat sterk begin nog. Ik ga het in één zin uitdrukken wat vandaag over gaat. En ik vroeg alleen maar om u te loesteren. Maar ik vroeg nog een dekte, ik heb u envelopt op het tafel. En er steekt afblieven op. Nou, het uitdrukkelijke verzoek om er ook van af te blieven. Want het is straks dat onze stadsprins Bas de Eerste biedt u gelegenheid om die envelop op te maken. Dus het verlangen blijft nog over zwanger als het vliegen. Dus de mond toe vanmiddag, vooral de oren en de ogen open en even van de envelop aanvliegen. Ik heb gezegd, we gaan sterk beginnen. Even loesten. De sleutel over 2018 was op zaterdag 10 februari. Hij is weer 40 jaar levenslang. Maar vanaf nu gaat veel met de bestens gewoon door. Yeah.